Ik ben ook nog vrijgezel. Lachaim! Ik wacht buiten, hè, boys? Het leuke is dat er heel veel ruimte is voor humor bij Tot Altijd. Ja, het gaat over vriendschap, het gaat over Mario dat een hele schone band met zijn moeder heeft, met Thomas en een beste maat, met Lien en met Spek zijn vriend. Het is een beetje gelijk op een begrafenis, als er eindelijk na een uur begrafenis iemand het aandurft om toch wat mopjes te maken, zodat heel de kerk moet lachen en oh, die ontlading dat je dan voelt van oh, er mag gelachen worden. En dat is voor mij is humor de mooiste manier om een dramatisch verhaal te vertellen. Dus dat zal er zeker zijn.